Vandaag is al heel apart, schat. Zo dicht zijn we in weken niet bij elkaar geweest. Heb je goed geslapen nog? Kunt u eens uitleggen, hoe heeft u uw man de afgelopen weken, hoe heeft u contact met hem kunnen houden? Ik was zo bevoorrecht met iemand hier in het huis die hem 2 keer in de week op een balkon zette. En daar kon ik dan met hem een beetje praten of wat grapjes maken of zulke soort dingen. Dat was het eigenlijk. Maar dit is iets dichterbij. En dat is heel leuk. Kijk eens hier deze kant op. Dit kijkt iets makkelijker dan van het balkon. Vind je fantastisch, hè? De quarantainer is een idee van Paco Voorhans. Hij is ongeneeslijk ziek en valt dus in een risicogroep. Zijn eigen situatie inspireerde hem de quarantainer te ontwerpen. Ja, hoe ga ik dat vormgeven? Moet ik dan alleen ziek zijn? Moet ik dan straks eventueel alleen doodgaan? En die gedachte heb ik gecombineerd en bedacht, nou, kunnen we iets gewoon eenvoudig een ruimte ontwikkelen waar mensen bij elkaar kunnen komen, contact kunnen hebben om in ieder geval de eenzaamheid een beetje tegen te gaan. En daar is het idee van vandaag gekomen. De quarantainer staat nu bij dit verzorgingstehuis in Buitenveldert. En het concept valt aardig in de smaak. Ik ben er zo blij mee. Ik werd gisteren opgebeld en ik wist niet wat me overkwam. Want uiteindelijk wordt er steeds iets van je afgenomen en nu komt er toch iets bij. Wat het een beetje menselijker maakt. Kijk nog eens naar mij. We zijn de eerste die in zo'n huisje mogen zitten. Ik heb het idee dat mijn man het ook als leuk heeft ervaren. Alhoewel dat heel moeilijk te peilen is. Maar ik denk dat hij het heel leuk vond. Ik zit hier vlakbij je. Ik kan je bijna aanraken.